Nog twee landen maken kans om zondag wereldkampioen te worden. Argentinië en Frankrijk. Twee supergoeie ploegen, want op de ranglijst van de Wereldvoetbalbond FIFA staat Argentinië op de derde plaats en Frankrijk op de vierde. Maar de match Argentinië tegen Frankrijk, dat is vooral Lionel Messi. Daar komt Messi en hij knalt hem staalhard binnen. Tegen Kylian Mbappé. Oh la 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 la, Kylian Mbappé! Lionel Messi komt dus uit Argentinië en is 35 jaar. Hij speelt sinds vorig jaar bij Paris Saint-Germain in Frankrijk. Messi heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. Kylian Mbappé komt uit Frankrijk en is 23 jaar. Hij speelt ook bij Paris Saint-Germain en hij heeft ook al 5 keer gescoord op het WK. Eén groot verschil, Messi heeft nog nooit een WK gewonnen. Mbappé wel. Hij was erbij toen Frankrijk het vorige WK won in 2018. Volgens voetbalkenners is Messi de allerbeste voetballer ooit. En Mbappé de beste voetballer van dit moment. De twee ploegmaats hebben nog maar 3 keer tegen elkaar gespeeld. En Messi heeft nog nooit kunnen winnen tegen Mbappé. Maar wat denken jullie? Wie gaat er zondag winnen? Messi! Mbappé! Messi! Mbappé! Ik denk dat Frankrijk gaat winnen omdat Mbappé erin speelt en hij is heel snel. Vorig WK lagen we eruit door Frankrijk. En dus eigenlijk wil ik niet dat Frankrijk wint. Mbappé kan ook goed richten en schieten en lopen. Ik ben voor Messi, want hij is in Argentinië ook. Dus ik hoop wel dat Argentinië wint. Messi vind ik een hele goede speler. Die kan goed passen. En ik denk dat 2-1 gaat zijn voor Argentinië. Messi! Merci om te kijken, maar ga je nu al weg? Ik heb hier nog veel meer video's voor jou. Of abonneer je op ons kanaal, dan mis je geen enkele video van Karrewiet.